Leuk je weer kijkt naar Aldus Games en vandaag heb ik weer voor jullie twee quizzes klaarstaan. Ik ga vandaag weer twee quizzen doen, ze zijn hartstikke leuk. Doe natuurlijk alvast een duimpje omhoog en dan gaan we lekker beginnen met de eerste quiz. De linkjes van de quiz zullen trouwens ook weer in de beschrijving staan. Ik wil trouwens even zeggen, ik krijg soms reacties van mensen die zeggen dat mijn Engels accent niet mooi is. Ja, ik kan daar verder niks aan doen, mijn stem is hoe die is en ik heb misschien een heel Nederlands accent. Maar ik kan het lezen en daar gaat het om bij mij. Dus sorry als je mijn accent niet mooi vindt, ik kan er niks aan doen. De eerste quiz is Can we guess your age and gender from 14 would you rather questions? Oké, dus we moeten nu 14 vragen beantwoorden die ik zou opgeven. En daar gebaseerd op dat gaan ze mijn leeftijd raden. Nou, ik ben heel benieuwd. Would you rather give up cheese or... Oh, would you rather be able to fly, read minds, have super strength, talk to animals, talk to machines, move objects with your mind? Nou, wat zou ik het liefst willen hebben? Gedachten lezen, dat lijkt me leuk. Oh, dan weet je gewoon wat iedereen denkt. Maar het lijkt me ook weer niet leuk, want dan kom je heel veel negatieve gedachten tegen. Talk to animals is ook leuk. Machines, vliegen is ook leuk. Jeetje, weet ik veel. Ik denk dat ik, ik ben aan het twijfelen tussen gedachten lezen en vliegen. Want gedachten lezen is wel heel erg interessant om andermans gedachten te lezen. Maar vliegen, ja, dat is ook heel erg leuk. Ik ga dan toch voor gedachten lezen, denk ik, ja. Would you rather cry acid, puke snails, shit bricks, sweat crude oil? Dus zou ik liever acid, gif, huilen, dus giftranen, slakken kotsen. Doe een beetje denken aan de Harry Potter film. Hoe noem je die dingen? Bakstenen, poepen of olie, zweten. Wat is dit voor iets geks, joh, jongens. Ik denk giffen, huilen. Ik weet niet waarom dat... Ja, ik weet het eigenlijk niet, joh. Ik weet... Would you rather have a loyal pet? Bear, tiger, raccoon, red panda... Panda, dat is eigenlijk heel raar. Lion of een capybara? Wat zou ik het liefst hebben? Ik denk een leeuw. Oh, dat is gaaf. Oh, je zou maar gewoon een leeuw hebben als huisdier. Het lijkt me wel gaaf. Would you rather be able to see sounds or taste feelings? Oeh, ik denk dat ik het liefst gevoelens zou proeven. Want ja, ik hoef niet per se muziek te zien. Dat lijkt me niet echt heel interessant of zo. Would you rather give up chocolate, burgers, curry, fried chicken, burritos of pizza? Ik ga dan voor curry, want ik hou niet zo van curry. Would you rather wipe your bum with sandpaper, lick butter off a sweaty man's toes, or rub chilies in your eyes? Oh nee, je moet maar chilipepers in je oog wrijven. Oh, dat doet zo pijn. Dat lijkt me echt heel pijnlijk. Probeer het niet. Ik ga het ook niet proberen. Boter van een bezweten man's teen likken. Of je billen afvegen met zandpapier. Ik ga dan voor het zandpapier. Dat lijkt me het meest nare. Ja, ik heb geen idee. Would you rather get to live another life after this one? Live this life forever? Be able to delete bits of your current life? Just live one life as normal? Oeh, dit is een lastige. Ik zou na mijn leven zou ik nog wel een ander leven willen leiden. Dus een heel ander leven, dat ik op iemand anders ben. Ik zou niet dit leven voor altijd willen leven, denk ik. I don't know, ik heb geen idee. Ik denk dat ik voor dit ga, dat ik stukjes uit mijn leven nu verwijder. Ik denk dat ik dat zou doen. Would you rather have infinite wisdom, be the very best in the world at what you do, have infinite money, be incredibly famous, be constantly surrounded by great friends, find true everlasting love? Oeh... ik zou niet voor dit gaan. Het beste zijn in de wereld wat je doet. Dus dan moet je nagaan dat ik de beste ben in heel de wereld met wat ik doe. Dus dan ben ik de beste YouTuber van heel de wereld. Want dat doe ik. Dus dan zou ik daar de beste in zijn. Oh, dat zou gaaf zijn. Have infinite money. Ja, wie wil dat nou natuurlijk niet? Be incredibly famous. Lijkt me leuk. Maar het lijkt me ook niet leuk om echt heel beroemd te zijn. Zoals bijvoorbeeld Justin Bieber, Beyoncé. Weet ik veel. Dat lijkt me, dat lijkt me denk ik iets te chaotisch. Ik denk dat ik dat niet echt leuk zou vinden.
Dit is ook leuk, is ook leuk. Alles is leuk. Ik ga voor... Infinite money. Ik ga voor dit, denk ik. Ja, ik ga daarvoor. Would you rather eat a live cockroach, someone else vomit, a dead tarantula, a ball full of dead flies, human blood soup, a pair of horse testicles? Oh my god. Wat zou ik het liefst willen eten? Een cockroach. Dat is een... hoe noem je nou zo'n ding? Niet een krekel. Hoe noem je zo'n ding? Ik weet niet meer. Nee, jullie zien het plaatje wel. Iemands kots. Een dode tarantula. Dode vliegen. Oh, gadverdamme jongens. Ik moet er niet aan denken. Ik moet er echt niet aan denken. Oh, dit is een kakkerlak trouwens. Ik heb het gevonden, het woord. Jeetje, ik moet er niet aan denken. Ik ga voor iemands kots. Ik weet niet waarom. Ik moet er niet aan denken. Maar aan dat andere moet ik ook niet denken. Would you rather have to march everywhere or skip everywhere? March dan. Ja, ik moet er niet aan denken om overal springend heen te gaan. Dat lijkt me heel naar. Would you rather delete spring, summer, autumn of the winter? Wat zou ik het liefst verwijderen? Ik denk de lente. Dat boeit me nooit zoveel eigenlijk. Would you rather live in a bin for a week or eat out of a bin for a week? Dus zou ik liever een week in een prullenbak wonen of uit een prullenbak eten voor een week? Ja, ik denk uit de prullenbak eten. Als het eten nog gewoon houdbaar is, dan lijkt me dat nog... Ja, lijkt me niet zo erg op zich. Ook al is het wel vies, ja. Would you rather marry Ellen Page, Zayn Malik, Rihanna, Penelope Cruz, Ryan Reynolds, Idris Elba? Ja, ik val niet op vrouwen, maar ik ga voor Rihanna, want Rihanna is gewoon B. En we hebben de, uitslag. You got a woman in her mid-late 20s. We reckon you're a woman between the ages of around 24 and 29. Nou, ik ben niet tussen de 24 en 29. Ik ben natuurlijk 18. Dus, de uitslag is fout, maar ik vond het wel een leuke quiz, dat wel. Gaan we naar de laatste quiz van vandaag. Can you guess which celeb this person thinks they look like? Dus we gaan nu foto's zien van mensen. En dan moet ik raden op welke beroemdheid ze lijken. Dus we gaan gewoon gelijk naar de eerste vraag. Oh, Taylor Swift. Taylor Swift, die lijkt echt op Taylor Swift. Heel erg. Ik heb het ook goed. Ik krijg gelijk de uitslag. Kijk eens aan. Which celeb does this person think they look like? Oeh, dat gezicht komt me bekend voor. Cara? Ja, dat zou wel kunnen misschien, maar... Ik ben even kwijt hoe Hillary en Blake eruit zien. Maar ik denk niet dat het Cara is. Ik denk dat het Blake of Hillary is, maar ik ben even kwijt hoe hun eruit zien. Volgens mij Blake Lively. Ik ga er gewoon op klikken. Al toch Cara? Ja, een beetje wel. Maar als ik haar zo zou zien, dan zou ik niet denken dat ze op Cara Delevingne lijkt. Want zij ziet er zo uit, dus... Nou ja, nee, ik zou het toch niet denken. Oh, op wie lijkt deze? Deze lijkt op een actrice uit Breaking Bad, heet die serie zo? Nee, Orange is the New Black. Ik heb daar een paar afleveringen van gezien, toen ben ik gestopt, want ik vond het niet meer leuk. Maar ik weet niet hoe ze heet in het echt. Oh, heet ze Laura Prepon, toevallig? Oh ja, dat is die uit Orange is the New Black. Ik had het goed! Oh, gelukkig wist ik haar naam nog. Ik herkende het gelijk. Ik volgde de serie niet meer, want ik vond het dus niet zo leuk. Maar gelukkig heb ik die goed. Nou, dat zien we direct. Ariana Grande natuurlijk. Ik ga er ook gewoon lekker op klikken. Ariana Grande. Ik vind haar er niet zo op lijken. Eerlijk gezegd. Ja, misschien omdat ze er make-up heeft gedaan. En de wenkbrauw een beetje hetzelfde heeft. En de haar en die kattenoortjes lijkt ze er misschien een beetje op. Maar voor de rest vind ik haar er echt... als ze dat niet zo hebben, zouden ze er echt niet op lijken volgens mij. En ze heeft een hele rare mond. Lijkt net wel plastic of zo. Wie is dit nou weer? Op wie lijkt zij? Ik heb geen idee. Ik ken deze mensen ook allemaal niet. Dus ik klik gewoon op... Oh, ik heb het blijkbaar goed. Alexandra Daddario. Oh, ze lijkt er inderdaad wel op, ja. Maar ik kende haar niet, dus... geen idee. Op wie lijkt zij nou weer? Kristen Dunst, Renee Zellweger, Amy Schumer. Ik heb geen idee. Ik klik op Kirsten. Oh, Amy. Wie is Amy Schumer dan? Ik heb geen idee. Ik ken haar niet. Wie is dit nou weer? Mila Kunis, Angelina Jolie, Megan Fox. Oh my god. Nou, geen Angelina Jolie, denk ik. Mila Kunis. Nee. Misschien Megan Fox?
Angelina Jolie? Oh ja, en deze foto Nee, ik vind het niet echt hoor. Ik zie niet echt de gelijkenis. Nee, ik zie het echt niet. Nee, ik zie het niet. En op wie lijkt deze man? Zac Efron, Theo James, Dave Franco. Nou, het is geen Zac Efron. Hoop ik, want daar lijkt hij echt totaal niet op. Dus ik ga voor Theo James. Oh, het was Dave Franco. Ja, ik zie wel een beetje gelijkenis. Een beetje. Wie hebben we hier? Jay Courtney, Derek Jeter, Channing Tatum. Nou, geen Channing Tatum, denk ik, toch? Jay Courtney. Oh, nou, die ken ik ook niet. Ik ken heel veel mensen niet. Ik voel me een beetje dom. Maar misschien kennen jullie ze ook wel niet. Want volgens mij zijn de meeste hiervan niet echt heel erg bekend in Nederland. Deze mevrouw, die lijkt op Jessica Simpson. Oh nee, op Reese Witherspoon. Nooit van gehoord. Zij lijkt op... ze ziet er wel mooi uit. Ze heeft echt zo'n kaaklijn. Wie lijkt zij? Scarlett Johansson? Scarlett. Oh, Olivia Wilde. Nee, ik zie het niet hoor. I'm told I look like her on the daily. Nou. Nou, heel klein beetje misschien. Maar, nee. En deze mevrouw, die lijkt op Michelle Rodriguez. Ja, dat dacht ik al. Ik ken haar, ik weet niet waarvan ik haar ken, maar ik ken haar naam wel. Ik wist ook wel een beetje hoe ze eruit zag. Dus Michelle, ja, hier zie ik wel wat meer gelijkenis in, ja. Wie de hel is dit? Topher Grace, Jake Gyllenhaal, Toby Maguire. Wauw. Ik ga voor Topher. Oh, Toby. Wie is Toby Maguire? I don't know. En dit is natuurlijk Ryan Reynolds. Oh nee, niet. Ik zit echt maar wat te zeggen. Joshua Jackson, nou die ken ik ook niet. In ieder geval jongens, dit was weer de quiz voor vandaag. Heel veel mensen ken ik niet, maar ik ben benieuwd of jullie het wel herkenden. Dus laat het zeker weten in de reacties. En dat was dit de video, dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het al steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Jongens, bye bye.